Ik was leuk, hè? Oh, dit is ook niet te houden. Ik ben echt komisch. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Serge. Ik ben René. En wij zitten lekker op de bank. Ja. En ik moest een boodschappen halen. En er zijn een aantal dingen. Een aantal positieve dingen. En toen dacht ik, ik ga René verrassen. Ik dacht, ik moest jou een beetje verwennen, dacht ik. Oh, wat lief. Dat heb ik gedaan. Dus René die zit er al een half uur met het bord omhoog. Ja, het begint een beetje op Expeditie Robinson te lijken. Wat is de beloning, zeg maar, als je dit als laatste volhoudt? Maar ja, tegen wie speelt ze dit? Dus dat is een beetje gek. Maar jij dacht appelflappen? Ik dacht een glimp van een appelflap te zien. Een glimp van een appelflap. Ja, dat was ik, die appelflap. Ik zou zeggen. Chocoladetruffels en puddingbroodjes. En de accu is leeg. En dit? Dat is de appelbeignet. Ah, oh, ik zat er niet bij naast. En een champagnebol. Maar oh, je weet wel wat ik lekker vind. Ja, dat weet ik toch. Ik hou echt van puddingbroodjes. Oh, dat van mij. Weet je, ik hou echt van jou nu. Sowieso. En die chocoladetruffels. Lekker, hè? En die ken ik niet, champagne dinges. Champagnebol. En een appelbeignet is ook lekker. En er zit ook kaneel in en zo. Oh. Oké, doei. Tot over 5 kilo. Ik was leuk, hè? Oh, dit is ook niet te houden. Ik ben echt komisch. Januari gaan we weer, weet je, dan is het januari. Het is nu... Alle remmen zijn we los. December, bijna alle remmen. Het valt nog wel mee, het is te doen. Ja. Oké, nou, ik pak er ook eentje. Mazzel. 100 jaar jong gaan kijken. Oh, dat bedoelde je echt. Dat vind ik hartstikke een leuk programma. Ja, nee, ik ook. Maar met zulke borden gaan wij die 100 jaar sowieso niet halen. Ik heb laatst mijn werk gehoord. Dat schijnbaar in het drop. En pistelsnootje, noten, heel veel kankerverwekkende stof zitten. Echt, hè? Ik hoorde het van jou. Ja, en ik hoorde het weer van iemand. Van een vriendin die werkt met iemand die zo'n lab werkt. Een vriend van een vriend, die had een buurman en die had een hond. Ja. Ze moet deze als laatste bewaren. Ja, te laat. Ik kan niet stoppen. Oh ja. Good morning, ja. Good morning. Morgen. Waarom staan de stoelen in de gang? Omdat we ze verkocht hebben. Dit ging echt gewoon te makkelijk. Als alles nou gewoon zo gaat. Gewoon normaal, gewoon. Ja. Stond er nog geen 10 minuten op. En toen kreeg ik 4 reacties. En toen gingen ze zelfs overbieden. En ze heeft al overgemaakt. Ja. En ze is onderweg. En ze is onderweg. Heerlijk. Zo moet gewoon. Daar houden we van. We gaan even. Wacht even, dit gevoel moeten we vasthouden. Als ik terugkom zo meteen. Ga ik de kledingkast erop zetten. Oké. Wauw. Oké, dus de stoelen zijn weg. De tafel gaat naar mijn vader. De bank gaat naar Viran. En de salontafel en de tv-meubel nemen we toch maar mee. Want die kunnen we nog prima gebruiken in... sowieso in de nieuwe YouTube-studio die we gaan maken op zolder. En... TV-meubel die gaan we gebruiken voor wasrok. Meubelement. En meubelement. Toch? Ja. Wat gaan we eigenlijk met de spiegel doen? Die zou in de inloopkast komen. Oh, wil je die ook in de inloopkast? Kijken we anders dan? Nou, een nieuwe. Een nieuwe. Aangezien deze zo dof blijft en niet echt meer goed schoon te krijgen is. Maar hij kan gewoon prima mee. Het is een mooie, leuke spiegel. En we zien nog steeds onze weerspiegeling. Ja. Dus hij doet het nog wel. Misschien nieuwe batterijen erin.
vertel je anders even het debacle van de batterijen. Dan doe ik even andere sokken aan. Ja, ik heb dus een leuk spelletje gekocht voor Jesse Silver. Dat was Sinterklaas. En dat is mijn eerste spel. En die was dus al na, zoals je misschien van de vorige vlog nog weet, eigenlijk snel op. Het is natuurlijk gewoon een testbatterij. Maar nu kunnen we dus gewoon nergens meer de goede batterij vinden. Het lijkt ontzettend op hoortoestelbatterijtjes. Nu is Sergio dus de batterijtjes gaan halen van Duracell. 7 euro. Nou, hadden we ze beter horen kunnen halen. Maar het werkte nog steeds niet. Dus het zal wel iets aan de voltage liggen of zo dat niet helemaal klopt. Maar er wordt ook gewoon niet heel goed omschreven van deze batterij moet je precies hebben en hier kan je het kopen. Zou ook fijn zijn. Ik heb ook wel vaker bij Beter Horen bijvoorbeeld mensen langskomen die dan vragen om of wij zulke batterijtjes hebben. Want omdat sommige dingen gewoon ergens te vinden zijn. Dat is heel irritant. En hij wilde telkens mee spelen, dus het is ook wel een beetje sneu dat we het niet zo goed kunnen vinden. Maar goed, de zoektocht gaat verder. Eten! Wil je eten? Eten, schat? Ja. Ja, hè? Oké. Nou, we hebben echt al onwijs veel gedaan vandaag. Ik weet even niet. René! Ja. Oh, waar ben jij? Oh, sta je achter de deur? Ik denk, waar ben je nou? Maar dan mag je even stoppen nu met kleding uitzoeken, want dan gaan we even aan tafel. Ja. Want we hebben dus echt heel veel gedaan vandaag. Ja, we moeten toch wat doen, hè? Zo'n, op zo'n vrije dag. Ja. We hebben dus deze dozen al vast naar boven gehaald. We gingen eigenlijk voor de kledingkast en uiteindelijk hebben we heel veel gedaan, behalve de kledingkast. Ja. Maar dat is niet erg. Kom, we gaan eten. Want we hebben dus al de eerste dozen ingepakt. Jessie die wil heel graag eten. Hier staan wat dozen. We hebben het balkon al leeg gehaald. En we hebben echt weer onwijs veel dingen weggegooid. Kijk, daar is allemaal een beetje leeg. En ik heb in de tussentijd ook nog eventjes tijd gehad voor een lekker broodje. Want zo ben ik dan ook alweer. En we gaan nu pasta met tonijn eten. Tonijn eten. Ja, ja. Ik kom veel op je af als je gaat verhuizen. Dozen vullen, wat neem je mee, wat neem je niet mee. Maar ja, wel heel leuk om te bedenken van gaan we dit nog in het nieuwe huis gebruiken of niet. Het is rustig vandaag. Ik ben een beetje binnen, een beetje aan het koken. Maaltijden zijn bijna klaar, ik zal ze wegbrengen. En mijn moeder die komt dus onverwachts even gezellig met de trein. En dat komt eigenlijk wel goed uit, want René heeft auto mee. En ik moet dus de maaltijden met de fiets gaan brengen. En dat kan, maar dat is niet heel handig met René in het zitje. Met Jesse Silver in het zitje. Dus dat is wel fijn. Even naar mijn saus gaan kijken hoor. Hier zie je dus lekker pasta Norma. Dus met aubergines. En de pasta carbonara. En hier hebben we dus, dat is wel grappig. Ik heb gisteren van, ik had dus een briefje in de bus liggen van een gemist pakketje. En toen dacht ik, gemist pakketje, ik heb helemaal niks besteld. Dus toen ben ik het gaan ophalen. En toen bleek het een hele grote doos te zijn van Verkenje Streek. En er waren dus allemaal streekproducten. En dat was een extra attentje van de baas vanuit mijn werk. En daar zat mais in om popcorn te maken. En daar zat hagelslag in de kleuren van Den Haag. En koekjes en bier en appelsap en en een kookboekje. Superleuk. Dat hebben we lekker in een bakje gedaan. En Jesse Silver heeft heerlijk al gesmikkeld van de hagelslag. En gisteren ben ik dus, ik had thee op staan en toen hoorde ik dat hij aan het overkoken was. En toen ben ik heel snel opgestaan. Ik ben keihard tegen de salontafel aangelopen en nou is heel mijn klein teentje helemaal blauw. Lekker handig weer. En ik ben ook nog lekker aan het hardlopen, dus het gaat eigenlijk hartstikke goed. En nou is ook het nieuws van het vaccineren begin januari uitgekomen. Naar buiten gekomen en daar verheug ik me eigenlijk heel erg op.
Want het is echt tijd dat de wereld weer een beetje normaal gaat doen. En gewoon lekker naar een feestje kunnen. En naar een terras, en naar een bioscoop, of naar een concert of iets in die trend. Dat is mijn moeder. De trein heeft vertraging. Oké, dus die komt iets later. Verder nog wat leuks te vertellen. Oh ja, we hebben een YouTube kanaalmanager ingeschakeld. Of ja, eigenlijk gevonden. En gevraagd hoe en wat. En dat is eigenlijk echt wel positief bevallen. En daar hebben we donderdag een gesprek mee om ons YouTube kanaal aan te pakken en het een hele huisstijl te geven die dan overal in voorkomt. Zo in het logo, als de banner, als de intro en de outro. En vanaf volgend jaar gaat ze ook ondersteunen in de content en dergelijke. Demi Groen. Dus weer iets leuks om naar uit te kijken, ook voor het nieuwe jaar. En natuurlijk helemaal met het vooruitzicht van het huis, wat pas over anderhalf jaar is. Kunnen we straks in onze eigen YouTube studio superleuke content maken. Daar hebben we echt heel veel zin in. Dus ik ga hier eventjes de pasta inpakken en dan ga ik ze even wegbrengen. Zo, hele goede morgen allemaal. Even tijd voor een bakje, joh. Net Jessie en René weggebracht naar werk. Naar de opvang, want het waait heel erg hard. Nou, het was gisteren weer hartstikke gezellig met de mama's. Lekker gegeten. En ik ben vandaag begonnen met, of in ieder geval, ik ben van de week begonnen met het inpakken van de kleding. En daar ga ik straks mee verder. Mijn gedeelte is goed als leeg. Nu dat van René nog, daar hebben we één hele grote doos voor. Maar het valt me tegen. Ik dacht dat ik minder dozen nodig zou hebben, maar voor mijn kleding heb ik nu al iets van 8 dozen, wel verschillende maten. Ik ben een beetje verkouden. Maar ik dacht dat ik minder dozen nodig zou hebben. Alleen mijn schoenen heb ik al 2 bananendozen voor. Is dat heel veel? Nee toch? Is goed te doen toch? Dus daar gaan we vandaag mee verder en dan zet ik ook gelijk de kledingkast te koop. Want weg is weg. En nu hebben we dus een lege kledingkast met allemaal bananendozen ervoor. En die slaapkamer is niet heel groot, dus je kan er niet echt fatsoenlijk mee lopen. Dus het is wel handig als die kledingkast weg is, dan kunnen alle dozen gewoon tegen de muur. En hopen dat we dus zo snel mogelijk die brief krijgen. Zodat de verkoop afgerond kan worden. En dat we gewoon naar schoonmoeders kunnen. Ik zoek een beetje naar. Ik heb ook nog eventjes dingetjes gaan afwassen vandaag met de hand. Want de vaatwasser die is kapot. Tenminste, de vaatwasser is niet kapot, maar hij lekte. En toen hadden we het een beetje gemaakt. En toen lekte die even niet meer. En toen hadden we een rubber vervangen. En toen lekte die nog steeds en heel veel. En toen kwam ik achter dat de sproeiarm aan de onderkant gespleten was. Dus het water ging niet omhoog, maar het water ging vooral in de rondte. En dan schiet het onder de deur door. En met een aardige druppellekkage tot gevolg. Dus dat is echt gewoon Duplo werk. Gewoon klik klik en het is eraf. En ook weer erop. Maar feestdagen, drukte, posten en al, alles zit vol. De bezorging duurt een beetje lang. Dus straks eventjes wat het een en ander met de hand afwassen. En de kledingkast ga ik dus doen. Ja, dit is dus hoe het er allemaal bij staat op dit moment. Echt. Hoi. Hier ga ik dus de kleding van René in doen. Want het zijn mijn schoenen. Ik zie dat René daar ook al wat kleren heeft gedumpt. Maar ja, en dan heb ik nog wat pakken en jassen en zo. En daar zijn René de schoenen. Die ze vorig jaar al zou uitzoeken. Vorig jaar. 2 jaar geleden volgens mij zelfs. Nou ja,
Komt vast goed. Ik ga eventjes het bed wat opschuiven. Dan hebben we wat meer ruimte. En dan ga ik die grote doos vullen en dan zien we wel hoe ver we komen. Ja. En dan zijn we er nog niet. Maar we zijn goed op weg. Nou, leeg. Leeg. Ik heb geen idee of dit, dat René dit zo oké vindt, maar ja, het is echt even niet anders. Misschien is het wel handig om van die rekjes te hebben, straks eventjes voor een jaartje. Mijn moeder gaf het gisteren ook al als tip. Kun je het ook even ophangen, weet je wel. Gewoon zo'n stangetje, wieltjes. Ik denk dat dat wel handig is. Nou, ik ga even eten en dan dat. Dus. Ja, inmiddels staat de kast hier in de woonkamer. Maar dat Jesse er niet in kruipt. En dan staat nu zo onze kleding. Het is maar voor een tijdje, het is maar voor een tijdje. Adem in, adem uit. Sluit hem gewoon af. Vond je dit alweer een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. En dan zien we jou heel graag weer bij de volgende vlog. Maar voor nu zeg ik een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Ciao.